Goedenavond en welkom bij Zuidwest Live, de talkshow van Omroep Zuidwest. Het jaarlijkse straatfestival Utsneek vindt deze zaterdag eigenlijk alweer plaats. Heb jij er zin in? Ja, zeker. Ja, zullen we samen gaan? Ja, leuk. Lijkt mij fantastisch in ieder geval. Het belooft een mooie dag te worden met maar liefst 65 lokale acts. En één daarvan is saxofonist Jeroen Bakker. En hij speelt straks een vrolijk deuntje hier live in de studio samen met organisator Kees Romers. En op 25 jaar maakt Stadstheater Leeuwarden de mooiste voorstellingen. En vanwege dit jubileum komen ze dit jaar met iets bijzonders. Regisseur en producent Renze Rotsma regisseert het Iepenloftspel Het Daaiboek van Anne Frank. En hij zit hier straks bij ons aan tafel samen met een van de hoofdrolspelers, Amarens de Vries. Ja, maar eerst Jelle B. Hij is uitgenodigd door het ministerie tijdens Holland Meets Mumbai om daar muziek te maken voor onder andere onze minister-president Mark Rutte, minister Plaume en Sharon Dijksma. En wat gaan ze daar doen? Namelijk de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Indië versterken. Ja, 's avonds is natuurlijk tijd voor een lekker drankje, een beetje ontspanning. Ja, en daar hoort natuurlijk ook muziek bij. En dat gaat Jelle B. doen. En we hebben Jelle aan de telefoon. Jelle, heb je er zin in? Ik heb er verschrikkelijk veel zin in. Kijk, het is voor mij echt een eer überhaupt dat ik uitgenodigd word. Want het zijn natuurlijk niet mensen die daar staan. En dus daar ben ik altijd heel erg blij. Omdat ik als, laat ik maar zeggen, als een Friese boerenlul op dat soort plekken kom, vind ik te gek. En heb je er zin in? Ja, het is gewoon echt fantastisch dat je er komt. Dus, ja. Waarom zijn die handelsbetrekkingen zo belangrijk? En ja, wat doen ze dan precies? Ze willen de handelsbetrekkingen tussen een bepaald land, nu is dat dan India, is natuurlijk hartstikke goed om dat te versterken. Nou, en hoe doe je dat? Door te laten zien, wat doen wij in Nederland eigenlijk? Wat hebben wij in Nederland? Dus ze gaan er geloof ik ook het voetbal in Nederland uitleggen. Ze gaan ook lekker Nederlands eten maken en eten. En veel praten, neem ik aan. Dus, ja. En muziek luisteren dus. Nou, laat het dan net mijn 5 favoriete dingen zijn. Nou, doe je dan ook nog iets aan voorbereiding? Of denk je, weet je, het zit wel goed zo en ik ga gewoon lekker spelen? Nou, een hele hoop voorbereiding. Ten eerste moet ik er natuurlijk komen. En dat is nogal wat meer gedoe dan wat het is. Want er gaat ook wat apparatuur mee en zo. Dus dat is allemaal een grote klus. De gitaren moeten natuurlijk veilig daar komen. Dus dat zijn de praktische voorbereidingen. Wat voor voorbereiding ik doe, ja, dat doe ik eigenlijk het liefst op de avond zelf. Dan kijk ik van wat voor lui heb ik in de Kuip, zeg. En dan bedenk ik van wat ga ik hier precies voor spelen, zeg maar. Mag je eigenlijk ook mensen meenemen? Ja, jullie wel mee mag mee, nemen, ja. Is een beetje gek. Natuurlijk neem ik wel mijn geluidsman mee. Die precies weet hoe het bij mij allemaal werkt en wat ik graag wil. Dus die helpt mij, zeg maar. Dus die gaat met mij mee. En meer mensen, ja, of het mag, het zou misschien wel mogen, maar in principe neem ik maar één persoon mee. Ja, het zou wel leuk zijn. Het is geen snoepreisje, hè. Het is gewoon wel, het klinkt een beetje gek, maar het is gewoon werk. Dus het moet gewoon hartstikke goed. En daarvoor neem ik gewoon mensen mee die dat kunnen. En weet je, mijn moeder is echt een schat, maar die is heel slecht in geluid. Weet je eigenlijk al voor wat voor publiek je daar eigenlijk gaat spelen? Ja, nou, ik laat me graag verrassen. Ik denk dat het een hoop Nederlanders zijn. Maar ik hoop ook dat er een hele hoop, Indiaanse mensen ook komen kijken. Want ik geloof dat het een beetje een openbaar gebeuren is. En er staat, ik speel vlak na Armen van Buren. Dus die trekt ook wel mensen, dus ik hoop gewoon dat het pleintje vol is. Ja. Nou, in ieder geval bedankt Jelle en heel erg veel succes. Wij gaan snel verder, dat was Jelle B. Maar nu eerst het Zandsculpturenfestival in Sneek. Want dit jaar is het thema een reis rond de wereld en zullen er opnieuw 20 nationale en internationale artiesten eigenlijk de mooiste zandsculpturen maken. Organisator Alec Mesgaard, zeg ik goed zo, hè? Ja, heel goed. Ja, ik heb heel lang opgeoefend, dames en heren. Cindy Lap, iets makkelijker. En opbouwer Jelle Vriend staan eigenlijk alweer te popelen om het publiek alle mooie beelden te laten zien, toch Jelle? Ja, zeker waar. Ja, jij bent echt al druk aan de gang, hè? Ik ben al 3 dagen druk aan de gang met opbouwen, inderdaad. Terwijl er eigenlijk nog niet zo heel veel te zien is. Nee, alleen nog maar een paar bakken met zand, inderdaad. Wat doe jij nu concreet? Nou, wij maken zeg maar vierkante bakken, die vullen we met lage zand. Ja. Daar doen we water overheen en dan gaan we er met zo'n straat, zo'n ding wat op en neer gaat om het aan te stampen, gaan we er overheen. Dan gaat er weer een nieuw laag zand in, totdat die bak vol is en dan stapelen we allemaal bakken op elkaar. En daardoor maken we een hele stevige piramide en daar kunnen de kunstenaars hun werk in maken. Ja, het is niet zomaar zand zo dat je een beetje zand op elkaar klapt, het is dus wel met een bepaalde...
een bepaald goedje erin. En het is allemaal rivierzand. Want rivierzand is zeg maar nog hoekig. Ja. En niet rond zoals strandzand. Mm. Want dat, door de eppenvloed en zo worden die kleine zandkorreltjes worden rond. En dat zou dan niet in elkaar blijven zitten. Dus dan zou het uit elkaar vallen. Ja. En hoe lang duurt dat nou? Zo echt dat voorbereiden van dat zand op elkaar stapelen? Ja, dat duurt ongeveer een week. En na die week komen de kunstenaars, die gaan zeg maar de kunstwerken maken. Oké. Ja, want dat vindt volgende week plaats. Zaterdag dan komen de kunstenaars, toch? Ja, dat klopt. Zaterdag komen ze aan of zondagochtend. Het verschilt een beetje. We hebben een aantal internationale carvers en we hebben een aantal Nederlandse carvers, omdat we het NK zandsculpturen hebben hier ook. Ja, dus, toch? Dus sommigen beginnen op zondagochtend. Zondagochtend beginnen we. En dan zijn er 8 carvedagen. Ja. En ja. Best wel spannend. Of wel spannend. Ik weet niet of het spannend is. Misschien is het, ik moet misschien meer zeggen leuk. Dit is jouw eerste jaar in Sneek. Ja, klopt. Maar wat heb jij hiervoor gedaan? De afgelopen 3 jaar heb ik hetzelfde gedaan. Maar ben ik projectfestival. Hoe noem je dat eigenlijk? Projectfestival leiden. Festival leiden van het project in Engeland geweest, in Western Supermare. Oké, okay. Dus eigenlijk hetzelfde wat ik nu hier in Sneek doe, maar in Engeland. Ja. Gaat dat vanuit één organisatie, dat hele sculpturenfestival? We zijn eigenlijk, er zijn normaal gesproken dezelfde mensen die organisatoren die het organiseren. En in principe Alec is de organisator van de 2 festivals die we op dit moment, eentje die draait in Os, die is al open. Degene nu in Sneek zijn we aan het opbouwen. En in Engeland is Alec ook bezig samen met een andere carver. En dat is Nicola Wood. En zij zijn de organisatoren van het festival in Engeland. Ja. Dus, Alec, jij bent al iets langer verbonden aan het Zandsculpturenfestival. Wij hebben elkaar heel vluchtig even gezien, volgens mij, tijdens het IJssculpturenfestival. Ja. Daar was diezelfde Nicola Wood eigenlijk ook aan de slag. En dat is best een bijzondere parallel om te zien dat ze eigenlijk de mensen of de kunstenaars die eigenlijk bezig zijn met ijs of met zand, doen eigenlijk ook iets met ijs. Ja, ja klopt. Zoals Cindy eigenlijk zegt, het is een vrij vaste kliek met mensen. Hè. De groep is wereldwijd niet enorm groot. En we trekken eigenlijk van locatie naar locatie in verschillende landen om onze kunsten te vertonen. En in de winter was dat ijs en in de zomer is het zand. Ja, en hoe lang is het Zandsculpturenfestival nu in Sneek? Dit wordt ons 3e jaar hier in Sneek. Ja, okay. Ja, het is ook de 3e keer dat we hier de Nederlandse kampioenschappen organiseren. Waarom is dat zo'n succes? Ja, dat zou je eigenlijk aan onze bezoekers moeten komen vragen als ze langskomen. Maar ik denk dat een van de belangrijkste elementen is dat het leuk is voor jong en oud. Hè. We hebben een heleboel schoolreisjes, kinderfeestjes die bezoeken het festival. Maar ook middelbare scholen die het voor wat educatievere excursies gebruiken. Of gewoon gezinnen die op vakantie zijn en die een leuke middag weg willen. Of oudere mensen of opa en oma. Het is echt voor alle leeftijden is wel iets van herkenning en iets van plezier in het festival. Ja. Nu kan ik me voorstellen dat jong en oud verschillende interesses hebben. Hoe proberen jullie toch beide doelgroepen aan te spreken? We proberen altijd zo goed mogelijk na te denken over de thema's. We proberen ook altijd de bezoekers te vragen door middel van het invullen van kaartjes. Van wat zou je nou willen zien op een volgende editie? Ook via social media, Facebook en zo. Wat voor reacties komen daarop? Ontzettend veel. Volgens mij hebben we vorig jaar in Sneek alleen al meer dan 2000 suggesties, tekeningen, onderwerpen. Wat voor antwoorden bedoel ik eigenlijk meer? Wat zouden mensen anders willen zien? Want ik zou het niet weten. Ik ben al onder de indruk van de dingen die ik daar zie. Vorig jaar was het thema Hollywood. Dus hadden we allerlei films. En ook weer hele oude films en hele nieuwe films hadden we uitgebeeld. En een van de thema's die vorig jaar heel vaak in de ideeënbus is gekomen, is een reis rond de wereld. Dus verschillende elementen uit verschillende landen. En die hebben we eigenlijk allemaal op één hoop gegooid voor het nieuwe thema van dit jaar. Een reis rond de wereld. Ja, en Cindy, dat is eigenlijk wat jullie neerleggen nu. Een reis rond de wereld bij de kunstenaars. Want je zou bijna vergeten, omdat het zo mooi is natuurlijk, dat het gaat om een Nederlands kampioenschap. Ja. Wat hoop je of wat weet je al wat ze gaan maken? Ja, nou, wij weten natuurlijk nog niet wat ze precies gaan maken. Wij hebben wel een idee en we geven de kunstenaars wel een uitlijn van wat wij willen. Dus we hebben het park voor ons wel al opgedeeld in delen en aangegeven aan de kunstenaars in welk deel zij hun kunstwerk moeten maken. Of moeten maken, maar mogen maken. En daar gaan zij een ontwerp voor maken. Dus dat is voor ons eigenlijk voor een groot deel ook nog een verrassing. Ja.
Het is wel heel erg leuk dat er toch elke keer nog een verrassingselement ook voor de organisatie in blijft. Ja. Wat kunnen mensen verwachten? Want het gaat straks, de kunstenaars gaan straks bezig, dan gaan ze het echt maken. Kun je dan al rondkijken ook, al terwijl ze bezig zijn? Ja, wij gaan in principe, zij beginnen op zondag. En dan van zondag tot en met vrijdag zijn zij aan het karven, waar wij eigenlijk, dat is binnen de Wat muren. Is karven? Karven is eigenlijk, ik noem het Engelse woord, het karven is eigenlijk het maken van het sculpturen. Ja. En dan op zaterdag en zondag, dat zijn de laatste twee dagen van het Nederlands kampioenschap. 13 en 14. 13 moet er wel bij zeggen, anders staan ze de zaterdag. Ja, dus 13 en 14 juni. Wij gaan de 13e open en de 13e en de 14e zijn de laatste twee dagen. Dus dan kunnen eigenlijk de mensen, de bezoekers ook al een kijkje nemen. En dan zijn de kunstenaars nog aan het werk. Ja, precies. Ja. Okay. En daarna? Dan staan de kunstwerken daar? Ja. Wat kunnen mensen dan, wat kunnen ze gaan zien? Wat kunnen ze gaan beleven? Zij kunnen eigenlijk een aantal wel rond de 25 tot 30 sculpturen van 2 tot 8 meter hoog. 8 meter? Ja, we hebben het hoogste sculptuur wordt 8 meter. Ja. Dan lopen ze eigenlijk een reis door de wereld. Het thema zegt het al. Zij lopen eigenlijk door de verschillende werelddelen heen. En dat kan heel verschillend zijn natuurlijk. Ja. Dat kan van de Snekerwaterpoort zijn bijvoorbeeld. Tot zien we iets moois op de achtergrond, jongens? Oh ja. Nou, dit soort beelden worden er dus gemaakt. Ja. Onvoorstelbaar, hè, dat het eigenlijk zand is, vind je? Ja. Maar daarnaast hebben de bezoekers bij ons natuurlijk ook de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan. We hebben eigenlijk een workshophoek waar mensen zelf hun eigen zandsculptuur kunnen maken. Waar we ook de stappen uitleggen. We hebben een zandbak. We hebben ook de mogelijkheid om voor kinderen, kinderfeestjes eigenlijk, gaf het ook al aan. Teambuilding. Ja, dus teambuildingsfeestjes. Het blijft er best lang, hè? Hoe lang blijft het er, Alec? Het festival blijft geopend tot halverwege september. Het staat op de poster 20 september. Dan we hebben misschien dat we de poster even in beeld kunnen brengen. Dit is namelijk een beetje de première hebben we eigenlijk, hè, van een primeurtje van de poster. Hou maar voor je hoofd. Het klinkt een beetje raar, maar dan weet ik zeker dat hij duidelijk in beeld is. Iets hoger mag hij nog. Ja, top. Dit is hem, jongens. Ziet er mooi uit, hoor. De poster. Zandsculpturen tot wel 8 meter hoog. En dat is voor jong en oud. 13 juni tot en met 20 september. Dagelijks geopend van 10 tot 6. Hartstikke goed. Ik wens jullie heel veel plezier. Er staat nog één vraag trouwens, want dat is meer persoonlijke interesse. Mag je gewoon in dat... staat dat hotel er nog? Of wordt dat gerestaureerd? Of gebeurt daar iets mee? Ja, we hebben vorig jaar inderdaad een soort van pilot gedraaid met het eerste zandhotel ter wereld dat wij hier in Sneek geopend hebben. En dat heeft uiteindelijk maar 2 weken gedraaid. Maar het zal het hele seizoen boekbaar zijn. En we hebben allemaal al boekingen, maar we hebben het een complete transformatie gegeven. Dus er staat een hotel met een heel nieuw Aziatisch ontwerp. Ja. Tof. Oké, ik was het bijna vergeten. Ik wilde namelijk al afsluiten. Maar we hebben namelijk nog, voor de mensen die het Zandsculpturenfestival niet kennen, we hebben die foto al gezien. Ja. Maar laten we even kijken, gewoon even een kort toertje door het Zandsculpturenfestival van vorig jaar. Leuk. Nou, volgens mij geeft dat een waanzinnige indruk en volgens mij wordt het dit jaar alleen maar mooier. Tenminste, als het aan die zandbulten van jou ligt. Zeker toch? Weten. Ja, het was wel leuk. Ik zag hier ergens de plannings nog staan. Maandag 1 juni start maken basisbergen en compacten zand. Nou, dat is wat je voor mij net hebt uitgelegd. Klopt. Vandaag heb je volgens mij naar verwachting het hoogste punt bereikt van 8 meter.
Ja, dat klopt. Ook. Wat fijn, wij weten gewoon onze relatie. Ja. Is het openbaar trouwens, of mag ik dit helemaal niet voorlezen? Het is een beetje geheim. Oh, een beetje geheim. Oh, sorry jongens. Voor deze keer maken we een afzondering. Goed, laten we afspreken dat wij, misschien met camera, is dat leuk? Ja, dat is leuk. Ja? Dat wij ook zeker weer even langskomen. Van harte welkom. Om te kijken. Wie weet is het leuk als de winnaar bekend is. Ja. Kom ze aanmoedigen, zou ik zeggen. Kom ze aanmoedigen. Ja. Kunnen we niet, dat is leuk. Kunnen we niet een deal maken dat we volgende week donderdag hier in de studio een maker hebben? Dat hij tijdens de uitzending iets maakt, een beetje ter promotie van het Zandsculpturenfestival? We kunnen vragen of de huidige Nederlands kampioen Jeroen langskomt. Oh, ik denk dat hij daar wel voor te porren is. Hij is nu in de buurt. Fantastisch. Doet hij gezichten? Dat hij een. Nee, het is reizen rond de wereld. Laten we het nou alsjeblieft in dat thema houden. Maar het lijkt me zo leuk om een gezicht van zeg maar zand van jouw hoofd dan te krijgen. Dat lijkt me heel grappig. We kunnen het vragen. We gaan het volgende week gaan we goed. Vragen. Leuk, we komen graag langs. Nou, hartstikke leuk. Nou, in dat geval graag tot volgende week. Wat leuk. Tot dan. Waar wij eigenlijk naartoe moeten, dat is toch iets fantastisch. Afgelopen zondag was het namelijk zover. Het Extreme Sport evenement Hoekt op het strand van Workum. En een paar weken geleden zat Ron van der Staaij, die zat hier. En toen heb jij gezegd... Ja hoor, Ron, ik kom wel. Ja, een kitelesje nemen. Ja. En natuurlijk... Zou Omroep Zuidwest of meer zou Zuidwest Live dit programma niet zijn, als wij er natuurlijk bij waren. Workum, hier vindt 2 dagen lang Hoekt plaats, voor de 5e keer. En op Hoekt kun je eigenlijk met het hele gezin kennis maken met verschillende vormen van extreme sports. Zoals kiteboarden of kitesurfen. En in de liveshow hebben we al gezegd, iemand moet dat gaan doen. En wie stak haar vinger op? Ikke. Jij, Jalina inderdaad. Jalina is dus de gelukkige. Of ongelukkige? Ik ben zenuwachtig. Ik ben bang eigenlijk. Bang? Ja, ik heb het nog nooit eerder gedaan en ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat zijn. Koen. Koen! Ja natuurlijk, ga er maar gewoon langs joh. Kan jou het schelen? Ja. Er komt even een vlieger voorbij. Nou Jalina, zo ziet hij er dus uit van dichtbij. Ja, echt groot, serieus. Ja. Ja. Nou, ik had het over Koen eigenlijk. Oh, hoi Koen, jeetje, indrukwekkend, hoi. Ja, leuk hè? Ja. Dit is Jalina. Hoi, dit is kitesurfen en jij gaat vandaag mee? Klopt helemaal, ik hoop dat jij mijn held van de dag een beetje kan zijn, want ik heb het nog nooit eerder gedaan. Ik weet ook niet hoe het moet, dus help mij. Nou, dat komt helemaal goed. Wij hijsen je zometeen in een wetsuit, krijg een trapeze aan en dan gaan we het water in. En dan gaan we daar gewoon even oefenen, gewoon rustig aan en dan als je het wat door hebt en je vindt het leuk. Nou, dan gaan we gewoon rustig verder. Oké, ik ga omkleden. 1, 2, 3. Ben je klaar? Nou, ik ben klaar hoor. Prachtig mooi pakje. Ik voel me een beetje Teletubby eerlijk gezegd. Maar het is wel lekker warm, dus dat scheelt. Kun je deze strak trekken? Tuurlijk kan ik dat. Kijk, nu wordt het professioneel gedaan. Oh, hij zat niet goed dus uiteindelijk. Zie je, Jalina? Kijk, zie je? Ja. Jou gaat het niet goed gedaan. Een groot helpje. Het is wel heel belangrijk dat je haar erbij in zit, want anders komt het misschien in de lijnen. Dat is natuurlijk onzin, dat hoeft niet. Dus die helm past er niet. We hadden dus net al een 8-kite in plaats van een 5-kite, wat dus niet de bedoeling is, want dan gaat alles mis. Dus het is een goed begin van de les. Dan ga je hoger vliegen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik ben echt dus zo bang dat ik de lucht in ga, want ik zie mensen gewoon zo gewoon vliegen. Vang me vast, boot aan de linkerkant. Ja, er wordt aangetrokken. Eerst wat je doet is... Uitlos. Dan, als je nog steeds trekt, naar voren. En als laatste, nu zit je tussen je benen door, dus stap maar even uit. Het ging voor de heren zeer doen. Dan moest het wel tussen je benen door. Wat ouwe, niet loslaten. Lieve familie en vrienden, het was leuk jullie gekend te hebben en het was een goed leven. Hij
even. Hoe heeft ze het gedaan? Ja, top. Ja? Ja. In het begin eerst even zoeken van, hey, hoe werkt zoiets, een kite? Maar hoe langer we bezig werden, hoe stabieler die kite in de lucht bleef. En uiteindelijk is ze er ook gewoon achteraan geschud. Nou, ze was wel een beetje bangig, hè? Nou, in het begin was het wel even zoeken van, oh, wat is dit? Ja. Maar hoe langer ze eraan hing, hoe comfortabeler ze er aan hing. Dus, hoe langer je eraan hing, hoe comfortabeler je werd. Ja, dat klopt helemaal. Hoe ging het? Het was lachen. Het was echt leuk. Ja. Ben je nu ook hoekt? Ik ben hoekt. Ja, ik voel mij hoekt. Ik ben hoekt. Ja, ik geef het toe. Ja? Dus je gaat nog wel een vervolgcursusje doen? Ja, het lijkt mij heel erg leuk. Het is echt tof om te doen. Ja. Vond je het eng? Nee, uiteindelijk was het helemaal niet zo eng. Nee, je moet gewoon heel goed proberen het onder controle te houden. Maar als je een beetje na een tijdje het onder controle hebt en je krijgt er wat handigheid in, dan hoe langer je oefent, des te beter het gaat. Nou sta ik op de kant met cameraman René, ja. En het is best koud hier. Ja. Heb jij het koud gehad? Ik heb het wel koud gehad, ja. Oké, maar niet dat je denkt, je ziet er niet heel bevroren uit. Oh, dat is goed. Sarcasme zeker? Nee, helemaal niet. Zal ik jou knuffelen, nee. Joey? Dat je lekker... Nou, ik ken nog wat mensen die je graag zouden willen knuffelen. Die komen er zo aan. Ik vind je hartstikke stoer. Ah, dank je. Dus het kite krijgt uiteindelijk een... Een achtje. Een achtje. Ja. En deze instructeur? Ja, die deed wel heel goed. Ja, 8,5. Nou, daar doe ik het voor. Ja, daar doe ik het voor, hoor. Top. Nou, dat is toch het mooie, hè? Om damesles te geven. Ja, tuurlijk. Ja, het is sowieso geweldig om van je hobby je werk te maken. En dat je gewoon de passie zo over kunt geven. En dat is waarom ik dit werk ook doe. Nou. En om gewoon zulke blije gezichten te zien. Mijn dag kan er niet meer stuk. Ja. Nou, als je Tilina dan al wat beter kent, dan zie je. Ze heeft altijd zo'n lach op haar gezicht. Ja, maar hey, goed gedaan, man. Top. Terug naar de studio. Terug naar de studio. Woehoe! Ja, daar waren we. Mensen, en daar zaten we weer. Oh, wat kun jij liever zeggen? Jij vond er echt helemaal geen reet aan. Het was gewoon, het duurde al heel lang om die kite onder controle te houden. Dus dat was een beetje teleurstellend eigenlijk. Want ik had verwacht dat ik al de lucht in zou gaan en dat ik al op zo'n bord zou staan. Maar ik snap het wel, want het is natuurlijk belangrijk voor de veiligheid en zo. En het heeft gewoon tijd nodig om zoiets te leren. Nou, weet je wat het is? Mensen vergeten vaak dat het een extreem sport is. En dan denken ze, ik doe het wel even. Ja, nou dat dacht ik dus ook. Ja. Ik denk, ik ga er wel even staan, geen probleem. Ik had zo gehoopt dat jij een klapper zou gaan maken. Maar ja, het was weer niet. Nee, het was weer niet. Het was weer niet. Maar vond je het leuk? Toch wel een beetje? Ja, wel. Ja, ik vond het echt leuk om te proberen. Ja. Oké, maar goed. Intussen zijn er 4 gasten. We moeten Koen trouwens even bedanken eigenlijk, hè? Ja, bedankt Koen. Ja, bedankt Koen van Antic Sport. Intussen zijn er 4 gasten bij ons aangeschoven, waaronder Jeroen Bakker en Kees Romers, die straks live hier voor ons in de studio muziek gaan maken. En ons natuurlijk alles kunnen vertellen over Utsnake, dat aankomende zaterdag plaatsvindt. Ja, en Omer Rens de Vries en Renze Rotsma, die zitten ook bij ons aan tafel, ik moet het goed zeggen. Zeker. Op 25 jaar is Stadstheater Leeuwarden, maakt de mooiste voorstellingen. En speciaal voor hun jubileum brengen zij het Iepelofspul, het dooiboek van Anne Frank. Het belooft een unieke voorstelling te worden op een bijzondere locatie, met spelers vanuit heel Friesland. De première nadert. Zijn jullie er klaar voor? Nou, bijna toch, Amrens? Bijna. Maar wat moet er nog gebeuren? Nou, het zijn nog de vooral hele technische elementen zoals het licht en het geluid. Dat moet eigenlijk samengevoegd worden in de voorstelling. We hebben natuurlijk tot een hele lange tijd zonder licht en geluid gerepeteerd. En dat moet er nu allemaal bij. Ja. Plus daarbij gaan we nu ook op de voorstellingstijd repeteren. Dus vanaf 9 uur 's avonds. Want het moet natuurlijk datzelfde licht zijn. Dus dat komt er dan nog bij. Dus dat, het zijn hele technische dingen. De acteurs dat wordt wel stress. Jij bent natuurlijk de regisseur, hè? Dus dat wordt natuurlijk stress voor de regisseur. Ja, dat is altijd wel veel stress om dan alle disciplines bij elkaar te brengen, zeker. Ja. Ja, klopt. Want maken jullie ook gebruik tijdens de show van dat het van licht naar donker gaat? Ja. Ja, dus dat is natuurlijk, dat heb je een bepaalde tijd natuurlijk om dat te repeteren. Ja, nou dat sowieso. Alleen je moet ook, in het eerste bedrijf is ook een nachtscène en die speelt zich nog af in het licht. Dus dan moet je ook dat ook weer anders uitlichten. Ook al is het dan nog licht in je omgeving, moet je dan weer andere lichttechnieken gebruiken om te suggereren naar het publiek dat het midden in de nacht is. Dus moet je het vooral in spel laten zien. En na de pauze dan kunnen we ook echt het donker laten zien zoals het dan ook echt bedoeld is. Ja. Dus dat is dan wel weer fijn. Maar goed, dat kun je pas doen als het echt... Zo laat is. Amrens, hoe is hij als regisseur? Verschrikkelijk. Ja, precies wat ik wilde horen. Precies wat ik wilde horen. Ik al. Ja. Nee, het is fantastisch. Het is een hele, ik vind het een hele prettige man. We hebben heel veel lol. En ook lekker streng geregisseerd. En daar hou ik wel van. Gewoon echt bezig en iets doen.
Als het niet goed is, gewoon lekker weer overnieuw en gewoon keihard werken. En dat vind ik heel erg prettig. Weten waar je aan toe bent. Ja, dat vooral. Goed, laten we het over het Iepen Loft spul hebben. Jij zegt dat altijd zo goed. Het Iepen Loft spul. Nou goed. Ja. goed, de voorstelling. Ja. Zo kunnen we het ook zeggen. Ja. Het is ten eerste gefeliciteerd eigenlijk een beetje, hè, want het jubileum is 25 jaar. Ja. En daarom ook een hele bijzondere keus. Ook een beetje zwaar wel. Ja, het is altijd wel heel grappig als mensen dat zeggen van goh, het zal een hele zware voorstelling worden. Maar je moet je denk ik wel realiseren dat wij kijken naar mensen die niet weten hoe het gaat eindigen. Namelijk de mensen in het achterhuis, Anne Frank en haar familie, weten helemaal niet dat het slecht gaat aflopen met ze. Dus die hebben een hele andere kijk op het leven dan dat wij op tribune ernaar kijken. Ik zeg als voorbeeld altijd, het is net alsof je naar de Titanic film kijkt. Wij weten hoe die eindigt, maar die mensen hebben heel veel plezier op de boot. En dat is eigenlijk ook een beetje deze voorstelling. Maar natuurlijk komt de oorlog om de hoek kijken. En dat ze vervolgd worden. Even lachen om de vergelijking. Ja, maar zo is het wel natuurlijk. Ja. Dus kijk, die mensen hebben 2,5 jaar in dat achterhuis gezeten. En die hebben niet elke dag zitten huilen. Maar die hebben dingen beleefd met elkaar. En soms vergaten ze ook dat ze opgesloten waren. En dan hadden ze gewoon plezier met elkaar. En ook dat zien we. Dus het is vooral omdat je weet hoe het gaat eindigen. En dat het niet goed komt. Dat je denkt, ach, wat sneu. En ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar... Ja, je moet je eigen invulling geven aan hoe je zelf misschien ook zou gaan leven in zo'n gesloten ruimte in die zin. Ja. En als speler moet je Even ook van de vergeten... hoofdrollen, hè, heb je. Even voor de, nou, voor de duidelijkheid. Nou ja, Margot Frank speel ik. Ja. Dat, de zus. De zus van Anne Frank, ja. Je moet voor jezelf ook vergeten dat je weet hoe het gaat aflopen. Want als je daar continu met de voorstelling al mee bezig bent, nou ja, dan kun je het wel vergeten. Dan zien de mensen dat ook aan je. Dus wij moeten het achterhuis ingaan met het idee van, nou, wij komen hier over een paar weken weer levend uit, want het zal allemaal wel snel ophouden. Ja. Nou ja, dat ging een beetje anders, maar dat kun je nog niet laten zien totdat het daadwerkelijk zover is. Ja. Dus, hoe gaat het verhaal worden verteld? Wat is de setting waarin het gaat plaatsvinden? De setting is het achterhuis. En het achterhuis hebben we in het decor zeg maar uitgeflapt, waardoor je allemaal verschillende kamers ziet. En daarnaast zien we ook het kantoor van Otto Frank, wat eigenlijk voor het achterhuis was. Hè. Het achterhuis zat erachter. Dat zien we ook. En we zien de straat waarin het achterhuis stond, namelijk de Prinsengracht. En daar zie je ook allemaal, wij noemen dat de buitenploegfiguratie, die allemaal scènes laat zien van hoe het leven eigenlijk doorgaat terwijl de mensen in het achterhuis zitten. En we gaan eigenlijk zeg maar in stappen door haar dagboek heen. Dus het zijn allemaal dagboekentries die je ziet en die je hoort. Met het begin dat ze naar binnen gaan en het eindigt eigenlijk met dat de Duitsers op de deuren, op de boekenkast kloppen. Ja. En het afgelopen is. Laten we heel even kijken naar een kleine introductie van Anne. Het dagboek van Anne Frank is wereldberoemd. Miljoenen mensen over de gehele wereld zijn geraakt door het verhaal van Anne, die als 12-jarig meisje met haar familie in het achterhuis moest onderduiken voor de nazi's. Na de oorlog wijdde Otto Frank, de vader van Anne, zijn leven aan haar dagboek en haar nalatenschap, om zo haar verhaal aan de wereld te vertellen en levend te houden. In Basel richtte hij het Anne Frank Fonds op. Deze organisatie werd erfgenaam en rechthebbende van haar dagboek en alle familiebezittingen. Het fonds in Basel nam het initiatief tot een nieuw eigentijdse voorstelling 50 jaar nadat op Broadway Anne's dagboek voor het eerst werd vertolkt. Dat stuk was gebaseerd op een selectie uit het dagboek. Voor deze nieuwe theatervoorstelling werden Jessica Deurlacher en Leon de Winter benaderd. Zij kregen voor het eerst volledige toegang tot alle teksten en het familiearchief. Als producent viel de keuze op Imagination onder leiding van Robin de Levita en Kees Abrahams. Ja, goed, een korte introductie. Ja. Er worden meerdere voorstellingen over Anne Frank zijn er al gemaakt. Ja. Wat maakt deze voorstelling bijzonder? Ik denk dat het bijzonder maakt omdat wij de voorstelling laten zien zoals die geschreven is 10 jaar na het einde van de oorlog. Dus wij baseren ons op het theatervoorstelling zoals dat in Amerika op Broadway heeft gespeeld. Dus daar 717 keer heeft het daar gespeeld. En wij baseren ons dus op een verhaal met een gevoel wat pas 10 jaar na het einde van de oorlog is geschreven. En wat we nu bijvoorbeeld net zagen in het filmpje, is een heel nieuw stuk geschreven in 2012, 2013, zoveel jaar na de oorlog. En daar zit verschil in het gevoel. En ik denk dat dat het heel uniek maakt, dat wij teruggaan in de tijd om dat gevoel ook heel duidelijk naar het publiek te laten zien. Hoe dat was, pas een paar jaar na het einde van de oorlog al, dit laten zien aan de mensen.
precies. En ja. Wat dat denk ik ook wel uniek is, want het, zo net zei je daar al iets over. Jullie hebben ook daadwerkelijk mensen in het publiek staan die de mensen spelen van het Amsterdamse leven, waar het wel gewoon doorgaat. Ja, klopt. Ja, we hebben een groep buitenploegfiguratie die zeg maar elke keer in de overgangen van de dagboekentries laten zien hoe het leven gaat. Dus ook de tijd, als het lente of zomer of winter is. En dan zie je taferelen op de straat die eigenlijk gewoon doorgaan. Ja, en ook daar de angst. En je ziet ook steeds minder mensen op straat komen. Op een gegeven moment verdwijnen ook Joodse mensen uit het straatbeeld. En oh ja. Ja, dat zie je allemaal gebeuren. Ja. Is dat niet heel afleidend voor hetgeen waar het gebeurt? Ben je daar niet bang voor? Nee, want we hebben het zo gemaakt dat het eigenlijk elkaar versterkt. Op het moment dat zeg maar, in het achterhuis niet gespeeld wordt, zijn zij op straat. En als er in het achterhuis gespeeld wordt, dan zie je de straat niet leven. Ja, precies. Okay. Dus zo zou je bijvoorbeeld ook een mooie setwissel kunnen doen. Ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt ook natuurlijk. Maar zo is dat afgesproken. En er komt eigenlijk een paar keer dat het elkaar tegenkomt, maar dan moet het ook. Ja. Want dan komen de mensen van buiten. Want er zijn twee mensen die zowel buiten als in het achterhuis zijn. Dat zijn Miep Gies en Kralen, de helpers van de familie Frank en Vandaan. Ja. En die zien we ook binnenkomen in het kantoor. En die werken ook in het kantoor tijdens de voorstelling. Dus er wordt allemaal getypt en er wordt allemaal gewerkt. En daar is dus ook die boekenkast die open gaat en waar ze dus allemaal naar binnen moeten. Ja. Sorry. Ja, waarschijnlijk hebben we dezelfde vraag. Hoe heb je die rol gekregen? Auditie. Auditie? Ja. Ja, in 2013 was het bekend dat in 2015 dit stuk zou gaan spelen. En er waren open audities, dus het is een kwestie van inschrijven en hopelijk uitgenodigd worden. Nou, ik werd gelukkig uitgenodigd. Ja. En auditie doen en dan, toen heeft Renze beslist wie wat ging mocht gaan spelen. Ja, wat was jouw achtergrond? Mijn achtergrond met toneel? Ja. Sinds 5 jaar speel ik nu toneel. Mijn eerste stuk was ook een Iepeloft speel, dat was in Burgum. Nou, sindsdien gelijk verslaafd, dus 5, 6 Iepeloftspullen gedaan en binnen toneel. En dat is eigenlijk mijn achtergrond, heel kort samengevat. Waarom viel de keuze op Amarens? Kijk, als je audities doet, dan nodig je allemaal soorten mensen uit. En uiteindelijk begin je bij Anne Frank. Daar gaat een keuze vallen. En als je die hebt, dan ga je daar mensen bij zoeken die daarbij passen qua leeftijd, qua beeld. Ja. En Anne en Margot als zussen waren elkaars tegenpolen. Anne was heel frivol en heel speels. En Margot was wat meer behouden, wat serieuzer. En die keuze kun je daar maken. En, ja. En wat Amarens tijdens audities liet zien, sprak mij aan. En in combinatie met de Anne Frank die wij hebben, was dat een hele goede combinatie. Weet je nog wat je moest doen? Ja, dat was improvisatie. Improvisatiestukjes van, dat was met een bus geloof ik. Ja. Je zit op een busstation en jij bent de enige Jood die daar zit. Ja. Met andere mensen en die mensen reageren op jou als omdat je Joods bent. Of het is heel erg goed. Zo van, nou ja, hè, goed dat je tenminste nog wel met de bus durft te gaan. Of het is verschrikkelijk zo van, nou, dat een Jood nog met de bus gaat. En, nou ja, en hoe reageer jij er dan op? En later nog scènes. Heftig in de zin van, wij wisten niet dat wij die improvisatieoefeningen gingen doen. Natuurlijk als acteur het meest verschrikkelijke wat er is volgens mij. Nee. Het heeft wel iets, omdat je weet nooit wat er gaat ontstaan. En je gaat het met elkaar doen en je gaat met elkaar een scène maken. Je krijgt een paar dingen, dat wordt je gezegd van jij bent die en succes ermee. En die stukjes, die improvisatiestukjes, die hakten er wel zo nu en dan heel erg in. Omdat je moet je verplaatsen in dat jij de enige Jood in dat bushokje bent. Terwijl het eigenlijk helemaal niet meer mag, omdat het voor Joden verboden was. Dus dat waren wel hele mooie, ook wel heftige stukjes. Hebben jullie ook de versie in Amsterdam gezien? Ik weet niet of iedereen hem heeft gezien, maar ik dacht jullie twee? Ik sowieso, ja klopt. Ja. Ja. Hoe maak je dan dat heel anders? Want dat is natuurlijk wel lastig, denk ik. Nou, omdat je in één keer dat in één keer krijg je een ander beeld van misschien wel hetgeen wat je in je hoofd hebt. Ja, maar ik vond het wel totaal anders. Ja, maar het is ook anders. Kijk, het stuk in Amsterdam laat andere facetten van Anne haar leven zien dan dat wij doen. Ja. Het enige wat ik vond toen ik daar was, want ik heb ervan genoten, want het was prachtig, was dat dingen waar ik zo verliefd op ben geworden in dit stuk, zitten er daar niet in. Dus als regisseur zit je dan te kijken en denk ik, oh, ik mis wat. Ja. Heeft een ander niet, maar omdat ik het stuk heel goed ken, mis ik elementen die ze daar hebben weggelaten. En dat is eigenlijk het verschil.
Plus ja. daarbij, daar kost het €75 en hier 21. Ja, 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 natuurlijk. Ja, ja. Dat moest er natuurlijk nog even in. Ja, ja. Ja. Beelden van het Ypres losspul, dat hebben we nog niet. Maar wel een paar beelden van Anne Amsterdam. Van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Gratulier. Jullie echt naar die trailer kijken. Weet je, als ik naar die trailer kijk, dan denk ik al, oeh, jeetje, wat mooi eigenlijk. Ja, hoe triest het verhaal ook is, maar dat je kijkt van, wat mooi. Ja. Maar zo, ik zie jullie nog steeds vol fascinatie kijken en ik hoorde jou zeggen, ja, ook dit is een fantastische cast. Ja, zeker weten. Ja, ik heb het gezien en je gaat gelijk ook kijken van, nou, hoe doen wij het dan? En oh ja, dat is die en zo gaat dat bij ons. En dat is gewoon heel erg grappig om dat niet te vergelijken. Dat kan ook niet, dat moet je ook niet willen. Maar wel om te zien van hoe doen hun het en hoe doen wij dat en hoe zit dat. En die casting is ook fantastisch. Eén groot verschil dat je ziet is natuurlijk Anne, de musical of de voorstelling, speelt in het theater. Jullie zijn Ypres Loft, dus in de buitenlucht. Is daar een specifieke reden voor? Wat aan Marens zal zijn, Marens heeft zelf zes jaar ervaring in het openlucht. En ik ben in 1988, al een hele tijd geleden, begonnen in het openlucht in Drongrijp, of eigenlijk toen nog in de provincie. Mm-hmm. Ik heb in 2018 Wommels het dagboek van Anne Frank in het Nederlands gedaan. En vanaf dat moment wilde ik het eigenlijk heel graag in het Fries doen. Alleen ik wilde hem als regisseur ook verrassen. En ik denk, als ik nou weer binnen iets ga doen, dan val ik misschien in dezelfde elementen. En ik wilde graag die buitenwereld laten zien, want die kreeg je niet mee in het stuk binnen. Want als je bijvoorbeeld de beroemde inbraakscène, waar eigenlijk het gerucht van gaat dat misschien de verrader zou kunnen zijn van de mensen in het achterhuis, dat kreeg je daar alleen maar mee doordat er glasgerinkel was en meer niet. En hier gaan we de inbreekscène helemaal zien in het kantoor. En hij neemt een typemachine mee en hij rent het pand uit. En dus je kunt veel meer toevoegen en je kunt een heel decor bouwen. En als je dat binnen doet, dan heb je de muren en dan moet je het binnen doen. Dus dat was voor mij wel een reden om met de passie die ik heb voor het openlucht ook om er iets heel anders van te maken. Even advocaat van de duivel, maar wat als het regent? Als het regent, en dat kan. Wordt het extra dramatisch? Ja, zeker. Ja. De charme van het openlucht is dat het buiten is, maar het nadeel is dat het kan regenen. En bij elke voorstellingsdatum staan reservedata's. En als je dus een kaart koopt bij ons, dan weet je dat je op een van die twee voorstellingsdatums dan ook moet kunnen.
Ja, ja, is eigenlijk wel eigen risico. Ja. Ja, parapluutje mee. Het, ja, ook dat. En een dekentje zou ik ook meedoen als het een beetje koud wordt. Maar je mag de paraplu niet opsteken op de tribune. Maar een dekentje om is zeker verstandig. Ja, ja. Het kan wel koud worden. Ja. Voor de kijkers, 12 juni is de première. Volgende week. Zijn er nog kaarten beschikbaar? Ja, er zijn nog wel kaarten beschikbaar. We hebben een hele grote tribune van bijna 600 man. Dus er kunnen heel veel mensen in. En het is natuurlijk bijzonder als je op 12 juni komt. Want het is de geboortedag van Anne Frank. Ja. De 86e geboortedag. Ja. Hoe bijzonder is dat? Dat wij voor het eerst in de wereld in het Fries mogen doen. En in het open lucht. Want ook dat is nog nooit gedaan. En ik zou zeggen tegen alle mensen, kom. Want dat worden zulke mooie, bijzondere voorstellingen. Ja. Tot hoe lang gaan jullie hem spelen? Tot 27 juni is onze laatste. En als het echt een enorm succes wordt, misschien net nog een weekje langer. Nou, daar gaan we vanuit natuurlijk. Nou, daar gaan we natuurlijk vanuit. Ja. Maar ik heb altijd zoiets van, nou, dat moeten we dan eerst nog maar even zien. Maar in ieder geval tot 27 juni. En elke avond zijn er nog voldoende kaarten. Dus ik zou zeggen, ja, je kunt op internet en alles kun je het bekijken. Helemaal goed. Waar kun je de kaarten kopen? www.duiboekvananefrank.nl. En daar staan alle gegevens over online ticketverkoop. Je kunt bellen, je kunt mailen. Dus ook voor oudere mensen die zeggen, ja, maar ik wil alleen maar bellen. Dat mag ook. Er zitten altijd mensen aan de telefoon. Hartstikke goed. Okay, leuk dat jullie er waren. Graag gedaan. Ja, en deze week hebben wij natuurlijk weer de leukste moppen even uit ons archief opgedoken. Het gaat over de keeper die overal intrapte. De uitspeler kwam bij het doel. Hij zei tegen de keeper, wil je even aan de kant? De keeper deed het. Hoeveel staat het nu? 1-0. Nee, 2-0. De speler pakt de bal nog een keer en neemt uit. En dan pakt de speler hem weer en dan schopt hij hem weer in het doel. Ja. Wel eens twee appels. Eén appel zei, wat wil je laten worden? En één appel zei, appelmoes. Lekker. Er zaten drie mannen in het vliegtuig. Eén gooide een appel uit het raam. De tweede gooide een peer uit het raam. En de derde gooide een boom uit het raam. Ze waren bij het vliegveld. Er kwam een huilig jongetje. Die zei, ik heb een appel op mijn kop gekregen. En toen kwam een huilend meisje. Ze zei, ik heb een peer op mijn kop gekregen. Er kwam een lachend jongetje. En ze zei, ik leed een scheet aan toen rompelde de hele school. Het loopt en het loopt niet weg. Het loopt en het loopt niet weg. Kitsen. Ja. Hij loopt wel, maar hij loopt niet naar de zee. Nee, hij kan niet lopen, nee. Nee, oh, maar hij loopt eigenlijk wel. Ik vind dat toch lief hoor, die kleine kindjes. Jij bent, zouden we volgende keer nou weer echt even de gemeente ingaan of blijven we in het archief? Ik ben heel benieuwd. Jij vindt die kindjes wel een hit, begrijp ik? Ja, ik vind ze leuk. Ik durf het bijna niet te vragen, maar heb je er zelf ook een? Ze zijn net, vraag niet naar een mop. Hebben jullie misschien eentje? Ik ben niet de moppen tappen. Zijn jullie een mop? Ik dacht dat je bedoelde over kinderen hadden. Nee, moppen. Moppen. Leuke moppen. Jij wel. Ja? Niet leuk. Echt niet? Ja, je bent natuurlijk bang dat ze niet op televisie kunnen. Precies, en dan lachen jullie niet. Weet maar dat zijn we wel gewend hoor, want de moppen van Jeroen lachen we ook nooit zo. Jeroen heeft er een. Nee, ik weet dat Kees heel goed is. Ja, Kees. Zie je geheime talenten? Nee. Schoenen staat in de wei, dophetje. Ik zie je wel, lachen ze op je hand. Ja. Ja, ik had er ook een, maar die kan supergoed. Ik eigenlijk niet, die kan ik niet vertellen. Sorry Niels. Goed, wij gaan weer door met de show. Want aankomende zaterdag dan vindt Utsneek plaats met maar liefst 65 acts, 1000 deelnemers. 1000, en culturele activiteiten door de hele stad. Dat kan niet anders dan één groot feest worden, toch? Klopt, helemaal. Het zijn er zelfs meer in Duitsland. 1150. 1150. Ja. Waar vandaan gehaald? Trommeltje opgetrokken. Uit Sneek en omgeving. Ja, er gebeurt enorm veel in Sneek. En het zijn grote clubs. En daar moet ik wel eerlijk bij zeggen, er is ook wel eens wat dubbeling dat iemand in twee clubs speelt. Dus misschien zijn het er toch iets minder dan die 1150 van mij. Nou, ik vond het wel goed hoor. Meer dan 1000. Ik vind dat voor de mensen die het niet kennen, wat gaat er gebeuren in Sneek? Nou, de hele binnenstad is vol. Binnen het centrum van Sneek, 12 podia.
Ja. En Markstraat, Kerkstraat, Vismarktplein en in de Stadhuistuin en dichter bij de Martinikerk op het Oud Kerkhof en ook in de Martinikerk zelf en in het kunstencentrum Atrium. Zo. Daar zijn podia vol met muziek. Dat zijn muziekkorpsen, bands, klassieke orkesten en er is theater en er is dans. Dat is het een beetje. De jongste deelnemers schat ik in op 10, 11 jaar en de oudste zal tegen de 80 lopen. Zo, en dan moet ik denken aan volksdansen, denk ik. Ik denk dat de oudste deelnemer verwacht ik in een koor of in het Sneker Symphony Orkest. Ja, hè? Okay. Ja. Het is een laagdrempel, het is een amateurfestival, amateurmuzici. Hè? Er wordt niet één act betaald. Oké, okay. En Jeroen, jij bent één van de acts. Wat ga je doen? Ja, ik speel samen met mijn band... onderleiding van Kees, een setje, zeg maar. Mm-hmm. We zijn met muzikanten in één band. En dat doen we nu al zo'n vijf jaar, zoiets. Dat is al, hoe oud ben je? Ik ben 15. Ja, en dat doe je al 6 jaar, dat doe je, ben je heel jong begonnen al. Ja, nou ja, ik zit 6 jaar op les en ik denk dat we zo'n... Ja, we zijn in het eerste jaar begonnen, maar ja. Maar je stem wordt natuurlijk ook steeds lager. Ja. Nee, maar het is niet erg als je saxofoon speelt. Oh, je speelt saxofoon? Oh, ja. Sorry, dat was mij nog niet... ik hoorde wel fantastische klanken alvast. En ik hoorde iemand hier op de vloer al zeggen van ja... Ja, dat was hem die speelt, die speelt beter dan dat ik het speel. En dat telt voor mij eigenlijk ook. Ja. Ja. Nu zei jij, jullie spelen al 6 jaar. Hoe lang bestaat Utsnee? Dus ik denk dat dit de 13e keer is. 12 of 13 keer. Het is 1 keer niet doorgegaan vanwege het slechte weer. Maar we hebben eigenlijk heel vaak geluk. En hij bedoelde, misschien kan ik het nog even aanvullen als jullie dat goed vinden. Op het kunstencentrum Atrium speelt hij in een bandje. Het bandje heet Soundbox. En dat is eigenlijk het leuke van Sneek. Want dat vind ik wel toch wel leuk om te vertellen. We werken heel veel met elkaar samen. Want Utsnee is een initiatief van de Sneeker Zakenlieden. Van het Boogman College, Kunstcentrum Atrium en het Cultureel Kwartier. En we doen het elk jaar met elkaar. We komen bij elkaar. En dus dat gaat allemaal door elkaar heen. En dat werkt allemaal met elkaar samen met de horeca. Ja. En dat maakt ook dat het heel laagdrempelig is en heel gezellig ook. Ja, want dat, maar dat verklaart het natuurlijk ook een beetje het succes. Ja. Natuurlijk, omdat iedereen vindt het leuk, hoe goed of hoe minder goed je ook bent... leuke woordspeling, hoe je ook bent. En ze komen voor de sfeer. Het is gewoon berengezellig. Ja, maar het Atrium heeft natuurlijk bands. Een poppodium heeft bands. Ja. En iedereen die ook maar iets speelt, doet, precies, zingt, danst, die kan eigenlijk aansluiten bij Utsnee. Klopt, helemaal waar. Ja. Maar nu heb je Utsnee met alle bedrijven samen. Maar ik had ook begrepen, vorige week hadden wij Kunstbende. Die was ook weer aangesloten bij Atrium. Er wordt gewoon heel veel samengewerkt. Klopt, er gebeurt gewoon heel veel bij ons. En dat is, dat is natuurlijk omdat het een prachtige locatie is. Een prachtig theater. En aan de overkant dus het kunstcentrum met poppodium, met de Noorderkerk. Dus ja, die locatie is gewoon geweldig, midden in het centrum. En dat gaat hartstikke goed, er gebeurt gewoon heel veel. Ja, ben jij dan ook nog een beetje zenuwachtig voor zo'n dag? Ik bedoel, ja, er zijn natuurlijk wel dik 1000 anderen, maar toch. Ja, nou ja. Voor elk optreden ben je wel zenuwachtig, ook hoe vaak je het ook al hebt gedaan. Het is natuurlijk altijd wel spannend, want je weet van tevoren niet of het goed gaat of niet. Maar als je eenmaal staat, zeg maar, en je bent even bezig, dan valt het op zich wel mee. Ja, wat gaan jullie spelen met de band? Wij spelen veel jazz, funk. We spelen van alles eigenlijk. Wat een beetje rond de funk? Ja, en jazz ook wel. Als je maar zoveel mogelijk saxofoon kan spelen in die nummers, dat is de allerbeste. Ja, en het meeste is wel instrumentaal. We hebben sinds sinds even hebben wij nu ook een zangeres erbij. Ja. En dat is natuurlijk wel een storende factor. Nee, zeker niet. Nee. De saxofoon komt er niet meer bovenuit. Dus. Nee, het is echt vreemd. Nee, maar... dat is verschrikkelijk. Het is wat anders. Je moet... Je gaat natuurlijk niet meer... Want als je als blazer, zeg maar, speelden wij eerst meestal de... De lead, de melody. De lead en zo. Maar, maar dan hebben we nu ook sommige nummers met zang. En dan spelen wij meer in de achtergrond. En dat is een wel leuke ervaring. Het is wel anders.
anders. Ja. Ja. Soms ook jammer. Je komt natuurlijk iets minder aan bod. Nee. En dat wil niet zeggen dat de zangeres niet goed is, want dat is natuurlijk onzin. Maar ik kan me voorstellen dat als je houdt van saxofoon spelen, en er komt in één keer, maar het kan ook een ander instrument zijn, en er komt in één keer een zangeres bij een band die dat normaal gewoon niet had. Ja. Dan is dat soms wel even, dat kan ik me voorstellen, dat het wel even leuk dat ze er is, maar het is jammer. Ja, soms is het wel dat je denkt van, ik speel wel veel hetzelfde. Ja. Maar ja, het is soms ook wel relaxed dat je even niet vol gas... En op sommige momenten, waar een soort gat is, kun je natuurlijk weer helemaal los. Precies, ja. Ben jij ook zo'n saxofonist die dan vooraan aan het podium gaat staan en dan zo solo en dan met veel die moves? Absoluut niet. Absoluut niet? En dat, nog niet. Nee, dat komt nog. Dat is wel een klein nadeeltje van onze band. Dat wij niet heel veel... bewegen. Zeg je heel voorzichtig. Ja, daar moeten we nog aan werken. Maar, maar je wordt daar ook door gekozen door Kees? Niet in het bewegen. Niet in het bewegen. Nou, ik probeer het wel, maar op de een of andere manier komt dat niet aan. Ik weet het niet. Maar het is niet dat je even zegt, jongens, ga even, doe even iets lossen. Het is leuk dat je dat vraagt, want zijn we toevallig. Jullie belden vanmorgen. We hebben vanmiddag even gerepeteerd, ook met de band. En we zijn er toevallig vanmiddag mee bezig geweest. Nou, en kan bijna geen toekomst. Ja, hoe was dat? Wat vond jij? Met het bewegen. Het was wat stijfjes. Ja. Het kwam me niet echt. Het kwam niet. Het valt best mee, hij is bescheiden. Zag er hartstikke leuk uit. Hartstikke goed. Gewoon een beetje oefenen en dan precies. Komt het vanzelf. Renze, is er bij jullie eigenlijk ook muziek? Ja. Ja? Ja, we hebben ook muziek. Dus overgangen die steeds wat meer je ziel ingaan. Het begint eigenlijk heel hoopvol. En naarmate het stuk vordert, merk je aan de muziek dat er een einde gaat komen aan het beeld wat je krijgt. Zeg maar. En dat hebben steeds in de overgangen, wordt dat steeds iets duidelijker. Kun je nog een saxofonist gebruiken? We hebben geen live muziek, dus dat alles staat dat, al... Dat bedoelde ik eigenlijk. Oh, je bedoelt live muziek? Nee. We hebben het allemaal op de tape. Nou. Ja. Maar jullie gaan wel live spelen. Je hebt nog een mooie spelen. Link slaan, dan krijg je het natuurlijk. Ja, klopt. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik wil eigenlijk wel wat horen. Zeker weten. Ja, want jij begeleidt de band, zelf ook, nou, toch? Ik ben eigenlijk saxofoondocent, saxofonist en dat noem je dan workshop of bandcoach. Maar we konden natuurlijk niet met de hele band komen, dus ik begeleid hem vandaag op piano, maar ik verwacht daar niet te veel van. Het is puur een ondersteunende rol, zodat hij even lekker los kan gaan. Oké. Okay. Je hebt jezelf vakkundig weggecijferd. Juist. Ja, nou, gaan jullie het klaarmaken? Ja, gaan we doen. Ja? Okay. Dankjewel. Dan gaan wij eventjes naar een filmpje. We gingen deze week weer de straat op en wij vroegen mensen naar hun mening in #Zuidwest. Wat denkt u over het homohuwelijk? Nou, wel positief, ja. Hoe bedoelt u precies positief? Nou, als twee van een gelijke geslacht elkaar lief hebben, waarom zouden die niet mogen trouwen? Ja, ik vind het prima. Moet kunnen. Het homohuwelijk. Nou, ik was acceptabel, maar ik hoef het niet te zien. Nou ja, dat moet kunnen, vind ik. En waarom vindt u dat moet kunnen? Nou ja, ieder mens heeft zijn recht, toch? Wat vindt u ervan dat het in andere landen verboden is? In sommige landen dan? Ja, dat is wel voor die mensen wel heftig natuurlijk. Ja. Ja, dat vind ik ook een beetje aan die andere landen. Maar het levert wel problemen op. Want die mensen willen natuurlijk toch gewoon graag trouwen. Ja, vind ik apart. Want EU hoort eigenlijk allemaal bij elkaar, zou je zeggen. Dus zo zou EU-landen allemaal... zou het wel mogen, zou je zeggen. Nou ja, dat vind ik ook apart, maar ja. Wat zou je zeggen als je dus zelf mocht bepalen of het afgeschaft zou mogen worden of blijven in Nederland? Wat zou je dan zeggen? Blijven. Blijven? Ja, tuurlijk. Nou, dan zou ik zeggen het homohuwelijk moet blijven in Nederland. En ik zou me er hard voor maken als ik in die positie was om het ook in andere landen mogelijk te maken. Nou ja, het zou voor mij mogen blijven, maar op straat, ik hoef het niet te zien verder. Nou ja, voor mij mag het blijven, ik heb er geen last van, dus ja. Nou, inmiddels zitten zij er klaar voor, maar voordat we dat laten zien, moet ik u heel even
deze bijlage laten zien in de Snekker Nieuwsblad. Vandaag, van donderdag. Daar zit hij bij, inderdaad, van vandaag. Staat alles en, in. En daar staat eigenlijk alle informatie in die u nog wilt weten over Uitsneek, ja. Dames en heren. Aankomende zaterdag. Aankomende zaterdag. Een kleine preview, denk ik. Toch? Ja, dames ik ben heren. Benieuwd. Mag ik een applaus voor Jeroen en Kees. Super! We gaan het zien, 6 juni aanstaande zaterdag. In het centrum van Snake, waar niet? Ja, zou je overal. Bijna kunnen zeggen. Heel veel succes. Dankjewel, dankjewel. Heel veel succes. En wij gaan snel door. Wij gaan naar onze voorzitter en dat is niemand minder dan Paul Biesen. We praten wel eens met hem over sport. En nu hebben we het eigenlijk over de meest normale zaken. Ja. Dat is namelijk voor ons tenminste. Precies. De omroep. Exact, Joey. We gaan, het leek mij een goed tijdstip om eens even de mensen een beetje bij te praten wat wij nou met de omroep doen. En ook een beetje de stand van zaken weer te geven. Want dat was nog niet duidelijk? Dat is, ik merk dat in de gesprekken die ik heb in de gemeente, dat mensen heel verbaasd reageren. Goh, dat wist ik helemaal niet. En goh, en dit en dat. Nou, dat leek mij duidelijk om dat nou eens eventjes kort toch samen te vatten wat er de afgelopen 3 jaar is gebeurd. Juist, klinkt goed. Voor we dat gaan doen, toch even een blik dat mensen thuis ook een klein beetje idee hebben wat we hier in Koudum allemaal hebben en hoe het eruit ziet. Afgelopen zaterdag hebben jullie met z'n allen een live uitzending verzorgd van het Dobbenfestival. Ja, dat was fantastisch. En het zou fantastisch zijn als we daar even naar een korte samenvatting van kunnen kijken. Ja. Kleine toevoeging daarbij is natuurlijk ook wel mooi dat je radio en televisie eigenlijk op een fantastische manier daar samen hebt laten gaan. We gingen eigenlijk uitzenden dat we zowel radio maakten, de koppeling maakte met televisie, met beelden, live van het Dobbenfestival, met een verslaggever. Mensen konden inbellen en hun plaat aanvragen, wat ook massaal gebeurde. Ja. Dat was leuk, bedankt daarvoor. En daar hebben we inderdaad een korte compilatie van gemaakt. Ja. Frederik. It's so hard. It's so hard. It's so hard.
It hurts so bad when hearts are parted. Volgens mij een mooie koppeling. Ja, absoluut. Een mooie koppeling. En om toch even een klein stukje historie te vertellen. Ja, graag. 2012 bestond in de gemeente eigenlijk drie omroepen. Eén radio in Sneek, een radioomroep in Bolsward en radio en tv in Koudum. Dus Koudum was eigenlijk de enige tak die op dat moment tv deed. Waar men toen in staat was om ja, lokaal natuurlijk veel items te maken. En daar werd ook eigenlijk best heel behoorlijk lokaal naar gekeken. Ja. Maar goed, toen kregen we de gemeentelijke herindeling. Dus vanuit de overheid en vanuit het commissariaat van de media mag er één centgemachtigde per gemeente zijn voor lokale omroepen. Ja. Nou, dat betekende dat die drie omroepen gefuseerd moesten worden. Nou, dat hele traject is gebeurd en daar is Omroep Zuidwest uit naar voren gekomen. Juist. Yes. Ja. Ze begonnen in 2012, hadden ze één uitzending in de week. Één uitzending per week, hè? Ja. Eén uitzending per week. En dat was nog een hele opgave, want ze moesten dan meestal, dat deed onze goede vriend Karel de Jong, die ging dan op donderdag nog gauw bellen mensen van jongens, we hebben morgen een uitzending, wil je komen en wil je wat vertellen? En ja. Weet je, dus dat moest met heel weinig mensen en beperkte middelen. Ze hadden maar twee camera's en verder eigenlijk nam iedereen wat spulletjes van huis mee. Nou, vanaf 2013 ben ik bij de club gekomen. Zoals de insiders dan weten, heb ik een redelijk lang omroep verleden ook. En ook in het opbouwen van organisaties. Ja. Toen zei ik van jongens, waar we eerst mee gaan beginnen is om stap voor stap die omroep gestalte te geven. Om dus eerst een basis te leggen. Zorgen dat de techniek voor elkaar komt. Enzovoort. Nou, dat valt niet mee, want de budgetten zijn heel klein. Om je even een vergelijking te maken. Ons jaarbudget, wat wij per jaar hebben, daar kunnen ze in Hilversum 10 minuten tv van maken. Ja. Ja. Dus waar wij dus een heel jaar tv, radio en de locaties en alles van moeten betalen, dat hebben ze in Hilversum nodig om 10 minuten tv te maken. Dus even om het in perspectief te plaatsen. Ja. Nou, dan weet je dat we heel veel van vrijwilligers afhankelijk zijn. Nou, we hebben daar ook nog even een slide voor. Ik moet dan uit beeld kijken, maar dat moet de kijker me maar even niet kwalijk nemen. Om even de slide toe te lichten. Je ziet daar nog een beeldje linksbovenin 2012 hoe het eruit zag. Daarna zijn we in 2013 al stappen gaan maken met nieuwe techniek en nieuwe belichting. En ja, daar hebben we heel veel geleerd met elkaar. En nu inmiddels in 2015 beland. Zie je daar een aantal afbeeldingen van programma's die nu bijna dagelijks draaien, afgewisseld ja. met dingen. Ja. Het was heel veel eerst één programma en alleen maar kabelkrant. En nu heb je veel meer elke dag nieuwe content, ja. nieuwe programma's. Mede is dat mogelijk gemaakt, Joey, dankzij jouw inzet. Ja. Nou, zeker niet door mij alleen, maar ja, dat klopt. Nou ja, maar goed, het is en Frederik Derks en vele, vele anderen. Ik wil niemand tekort doen, maar het is wel geweest dat wij natuurlijk een stappenplan hebben opgezet om eerst te zien dat je een zender opbouwt voordat je weer een volgende stap kan maken. Ja. Mensen vragen mij, waarom hebben jullie nog geen reclame op de zender? Waarom hebben jullie nog geen adverteerders? Ja. Nou ja, dat was inderdaad een van jouw vragen ook. Toch? Ja, ja nou. Want dat vroeg ik me af. Van, nou. Ja, waarom niet eerder naar de adverteerders? Nou, Jalina, dat hebben we bewust gedaan. Dat heb ik ook bewust eigenlijk bij het bestuur ook neergelegd. Ik zei, jongens, dat moeten we niet doen. Ik zal je toelichten waarom. Jalina zoekt adverteerders. Ik ben, dat zou een leuke ding zijn. Ja. Maar kijk, ik ben zelf ook ondernemer. En ik vind dat in het ondernemen, in het zaken doen, moet je waar voor je geld weten te bieden. Hè? Dus dan moet je een ondernemer ook iets kunnen bieden. Nou, ja. Waar nou eenmaal alles om draait binnen Omroepland is om kijkcijfers. Hoe krijg je kijkers? Kijkers krijg je door goede content, oftewel goede televisie te maken. Ja? En voor radio goede radioprogramma's te maken. Nou, ja. Dan bouw je een kijkerspubliek op. Zoals ik je al vertelde, we hadden eerst die fusie. Nou, daar moesten mensen eerst al aan wennen. Maar inmiddels, vorig jaar, en ik heb daar ook een voorbeeldje van hoe dat gegroeid is. We hebben de laatste cijfers nu binnen. Maar wat interessant is, een aantal jaar geleden hadden we 250 kijkers per week. Ja, kunnen we nu kijken. In de jaren daarop zie je dat we in 2013
zijn gegroeid naar, ik kan het van hier af genezen, 1263. Zoveel. Exact. Ja. En vorig jaar gemiddeld, dus over het hele jaar genomen, zaten we op 5300. 5400. Ja. Ook goed. 5500 rond ik het maar af naar boven toe, Joey. Hè? En, maar kijk, nu zie je dus echt door die inzet, en dat is ingezet in het laatste kwartaal vorig jaar, toen zijn we... En vanaf 1 januari zijn we, zoals dat heet, met horizontale programmering begonnen. Ja, ja, wat betekent dat? Dat betekent elke dag een ander programma. Wel elke maandag dezelfde programma's, elke dinsdag dezelfde programma's enzovoort. Ja. Nou, daar hebben we natuurlijk met Rob natuurlijk en Charlina zoekt en Vereniging in Beeld. En zo zijn er nog vele andere programma's gemaakt. Nou, dat heeft ertoe geleid dat het kijkersaantal explosief is gestegen inmiddels. We zitten inmiddels op zo'n 63.000 kijkers per week. Nou, dat, ja, maar dat is nog fantastisch als je kijkt naar die groei. Vergis je niet, wij bereiken, hebben een bereik, een zenderbereik van 250.000 kijkers. Dus we zitten nog op de helft van het landelijk gemiddelde. Okay. Hè, om je aan te geven dat er nog steeds groei in zit. Mm-hmm. Maar, en nou komen we dus op jouw antwoord en wat langer antwoord op jouw vraag van adverteerders. Ja. Nu durven we naar adverteerders te gaan, omdat we nu kunnen zeggen, oké, jongens, adverteren bij ons kan nu werken. Ja. Want nu hebben we ook keihard, je bereikt heel veel mensen. Ja. Ja? En wij hebben daar super interessante aanbiedingen voor. En dat wordt nu de volgende stap. Waarom adverteerders? Nou, heel simpel. Dat brengt een beetje inkomsten in het laadje. Ja. En met die inkomsten, wij doen heel veel aan opleidingen van stagiaires. Hè. We hebben hier nu vanavond ook weer een aantal stagiaires in de studio. Jonge talenten. Hè. Ik kan daar jou eigenlijk als voorbeeld nemen. Want nou, je bent echt, vinden wij allemaal, een lekker geweldig. Nee. Nou, Joey, nou haal je het helemaal uit zijn context. Ja, maar sorry. Ook dat klopt nee, wel. Je hebt een groot talent. Maar wel een talent, weet je wel. En je zet je heel hard in. Je doet je programma's leuk. Nou, en wij willen dat verder uitbouwen. En daar moeten we ook professionaliteit voor kunnen inhuren. Ja. Nou, en daar is geld voor nodig. En eigenlijk is het, hoe meer geld er beschikbaar is, hoe meer content er weer kan worden geleverd. Hoe beter. Hoe meer kijkcijfers weer. Het is een soort cirkeltje. Ja, ja, ja. En vergelijkbare omroepen met ons, zeg maar, met hetzelfde inwonersaantal in hetzelfde gebied. Vergis je niet, wij zijn de grootste omroep in Nederland qua gebied. We hebben 74 woonkernen die we zelf moeten voorzien. Maar het Ziggo-zendgebied, waar wij dus door worden uitgezonden, is veel groter. Want we komen helemaal tot Heerenveen aan toe. Ja, zelfs dus de eilanden, ja. Voor ondernemers uit Sneek, uit de hele provincie, is het natuurlijk hartstikke interessant om bij ons op de zender, radio en tv, je kenbaar te maken voor de hele gemeente. Maar dan hoor je een beetje ondernemer, hoor je nu denken, ja, maar dan oké, prima, dan investeer ik dat. Maar dan moet ik ook investeren in een tv-commercial. Er komt zoveel gedoe bij kijken. Nee, valt enorm mee, want wij hebben dus zelf een productieafdeling in huis. We hebben talent genoeg in huis, dus wij maken voor die ondernemers, denken wij mee, en maken wij echt gewoon geweldige commercials. Dus, en dat gaat tegen bedragen, daar kan je het nergens in Nederland voor doen. Ja. Maar nodig ons uit aan tafel, we hebben alles klaar, we hebben het werk, het voorwerk nu gedaan. We hebben de zender opgebouwd, we hebben goede content. Dit programma dat stijgt iedere week in populariteit. We gaan binnenkort beginnen met een autoprogramma op dinsdagavond. Alles wat te maken heeft met autocross, met tractorpooling, met een lekker, zou ik maar even op z'n Holland wel zeggen, OH-programma over auto's. Oude hoerprogramma. Nou, en daar gaan we, ik denk dat dat heel leuk gaat worden. Dus we bouwen uit, we gaan steeds meer naar live tv. En ik zou zeggen, mensen... steun ons nu en nu moeten we ga mee op de rollercoaster. Wat je natuurlijk ook ziet, en dat wil ik toch nog even toevoegen. Ja. Bij het groeiende aantal kijkers maakt het ook leuker voor mensen om bij de omroep te werken. Tenminste, dat is wat ik heel erg om me heen zie. Mensen vinden het leuker om stage te lopen. Ja. Het wordt een beetje cool nu om bij de omroep. En dat is logisch, omdat je natuurlijk, het is leuk om ergens te werken waar mensen naar kijken. Ja, absoluut. En dat zie je bijvoorbeeld ook. Een van die mensen is bijvoorbeeld Coco. We hebben natuurlijk Coco in Japan hebben we gemaakt. Ja. Op dit moment vertrekt ze naar, of zit ze in het vliegtuig naar L.A. Kijk al. Dus je begrijpt, klein primeurtje, dames en heren. Coco goes L.A. Ja. Gaan wij ook weer gewoon uitzenden. Ja. En de jongeren zijn er dol op. Ja. Nou we hebben net met Kees natuurlijk al kunnen genieten van de mooie muziek. Maar ook al even gehad over het jonge talent wat zij
pushen om muzikaal. Daar gaan wij ook een podium voor geven. Ja. En dat gaat zich allemaal, dat ik even snel begrepen heb, in januari afspelen. Maar daar gaan we de komende maanden natuurlijk al over praten. Hoe we dat samen in beeld en ja, de kracht van de tv ook daarbij kunnen gebruiken. Dus ja, we zijn pas net begonnen. Ja. Maar, je kan natuurlijk niet alles tegelijkertijd. Je wil exact, natuurlijk, politiek is nog een ding waar we naartoe willen gaan. Ja. En zo nog heel veel meer. Senioren, we gaan het allemaal we ook nog aandacht, gaan we allemaal doen. Zullen we dit een terugkomend punt laten doen, één keer per maand? Is prima. Zodra er wat te melden is, dan meld ik mij heel graag weer. Super. Maar dan met inderdaad, zoals vanavond, de pet op van de omroep. Ja, helemaal goed. Leuk volgende keer weer Formule 1. Ja, zo is het. Ja, razen we er weer doorheen natuurlijk. Ja. Goed. Nou goed, dan gaan wij volgende keer, hebben wij het sportitem, hebben we weer. Ja. Voor nu, dit was het weer. Zuidwest Live, onze talkshow van Omroep Zuidwest. Blijf op de hoogte van onze programma's en het laatste nieuws via Twitter, Facebook en op de radio. Ja, en volgende week dan zit u weer klaar en zijn wij er toevallig ook weer. Komt dat even mooi uit. Met dan onder andere Ben van der Knaap, hij is directeur van het Theater Sneek. We gaan met hem praten over het nieuwe theaterseizoen. En natuurlijk hebben we ook nog andere interessante gasten. Voor nu, bedankt voor het kijken. En voor nu wensen we je een hele fijne avond. Hele fijne avond.